Binnen Windows 8 spelen updates een belangrijke rol, zeker ook met het oog op veiligheid. Updates maken deel uit van bijwerken en herstellen, dat we in dit filmpje bekijken. De instellingen worden weer geopend met de Windows-toets en de i. Via PC-instellingen wijzigen, open ik bijwerken en herstellen. Bovenaan vind je Windows Update. Hier zie je dat deze PC opnieuw moet worden gestart. Om een onlangs geïnstalleerde update te voltooien. Daaronder kun je de geschiedenis van je updates bekijken. Je ziet dat er beveiligingsupdates zijn die automatisch worden geïnstalleerd. Je ziet ook dat voor een aantal updates de pc nog opnieuw moet worden opgestart. Je kunt ook zelf bepalen hoe updates worden geïnstalleerd. Dat varieert van automatische update tot nooit naar updates zoeken. Daaronder kun je aangeven of je aanbevolen updates op dezelfde manier wilt ontvangen als belangrijke updates. Onder belangrijke updates vallen de beveiligingsupdates. Als je meer producten van Microsoft hebt, bijvoorbeeld de Microsoft Office, worden bij deze instelling ook hiervoor updates gedownload en geïnstalleerd. Tijdens het bijwerken van Windows. Als je een wijziging hebt doorgevoerd, moet je deze toepassen. Ook hier vind je een link naar de privacyverklaring. Via bestandsgeschiedenis kun je een automatische backup laten maken van persoonlijke bestanden. Maar als je bestandsgeschiedenis inschakelt, Maak je ook een backup van bestanden in documenten, muziek, afbeeldingen en video's. Hier zie je welk standaard station daarvoor is geselecteerd. Eventueel kun je een ander station kiezen, waarbij ook de netwerkstations kunnen worden weergegeven. Tot slot systeemherstel. Hier zie je drie opties waar ik niet al te diep op inga. Gebruik dit alleen als het nodig is. Als de PC niet goed werkt, kun je terug naar een moment dat deze het nog wel goed deed. Dan blijven alle bestanden gehandhaafd. Je ziet hier dat je, als je dit moet doen, je apps opnieuw moet installeren en, via Windows Update, alle updates van Windows. Ik annuleer maar even. Je kunt er ook voor kiezen alles te verwijderen en Windows opnieuw te installeren. De PC-instellingen worden dan teruggezet naar de standaardwaarde. Mijn keuze is wederom annuleren. Tot slot de geavanceerde opstartopties. Bijvoorbeeld te gebruiken als Windows niet meer goed werkt en je Windows op wilt starten met een DVD waarop je een systeeminstallatiekopie hebt gemaakt. Tot zover. Dit overzicht van bijwerken en herstellen.